De rechter heeft 4 van de 7 bedreigers van oud-Feyenoord-speler Vujinovic veroordeeld. Vorig jaar gingen 7 mannen langs bij zijn huis en scholden hem uit. 3 van hen zijn vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. En het allerbelangrijkste vind ik dat dit moet worden gezien wat het is. Een uit de hand gelopen grap. Nogal uit de hand gelopen grap. Waarbij ernstige beledigingen zijn geuit. Maar precies dat wat het is. Een uit de hand gelopen grap. En daarom betaalt u daarnaast ook nog een geldboete van 200 euro. Als u dat niet betaalt, moet u 4 dagen zitten. Ja, ik ben blij met de uitspraak. Ik ben blij dat de jongens zijn veroordeeld. Omdat het ons ging dat de mensen een grens zijn overschreden door bij ons thuis te komen en mij in mijn privéomgeving te beledigen. En ik ben blij ook dat de jongens dus een straf hebben gekregen. En ook daarnaast hebben de jongens een geldboete gekregen die ze aan mij moeten geven. En die ga ik ook doneren aan het KWF, want die jongens hebben ook met kanker gescholden. Dus dat vind ik de meest gepaste oplossing, want ons ging het nooit om het geld, maar om de grens die mensen hebben overschreden. Ja.